Hey, what's up? Johnny 13 hier vanuit Flaine in Frankrijk. En ik ben op wintersportvakantie. En het is voor mij super bijzonder, want ik ben de afgelopen 18 jaar niet op wintersportvakantie geweest. Ik sta natuurlijk wel heel veel in de sneeuw, maar dan ben ik altijd aan het filmen en dan heb ik altijd een opdracht. En deze keer is de opdracht gewoon gaan snowboarden. Ik zal heel af en toe mijn camera meenemen, maar het zal vooral veel genieten zijn. Maar kijk met me mee. Dag 2 hier in Frankrijk. Ik heb gisteren echt een super lekkere dag gehad. De condities op de piste zijn oké. Het is een beetje ijzig. Maar er ligt in ieder geval voldoende sneeuw. Ik ben op weg naar de boulangerie. Want als ik één ding lekker vind in Frankrijk, dan zijn het wel de croissantjes. In principe ben ik veganist. Ik zeg in principe, want ik vind die croissantjes hier zo lekker. En ik voel het een beetje dat dat door de roomboter komt. Dus dat principe laat ik altijd weer een beetje varen. Dus op naar de boulangerie. Helaas, de croissantjes waren op. Dus ik heb 2 baguettes meegenomen. Ja, het is even niet anders. Dan moeten we vanmiddag maar ergens op een pleintje wat croissantjes gaan snoepen. Lekkere dag weer vandaag, super mooi weer, Bluebird. En het is alleen jammer dat er geen poeier is, want dan was het helemaal fantastisch geweest. Maar ja, het is gewoon weer te gek om weer samen met je zoon van de piste af te knallen. Dat is echt het tofste wat er is. We gaan nog een paar runnetjes maken toch, Ruud? Ja, vast wel. Ja, ik ook wel. Zo, weer een dagje lekker geboord. Ja, nou ja, wat kun je zeggen? Je een mooi gebied, groot. We hebben veel kilometers gemaakt. Gewoon weer een topdag. Het was een topdag, Johnny. Het was zeker een topdag, Herm. Ja. Oké, de trip zit erop. De vakantie is klaar. 4 dagen super lekker gesnowboard. Het was mooie sneeuw. Het schijnt alleen volgende week beter te worden. Dus als je deze kant op gaat, heel veel plezier. Vond je deze vlog nou leuk? Subscribe even op mijn kanaal. Laat me hieronder even weten wat je ervan vond. En geef me even een duimpje. En bij de volgende opdracht neem ik je weer mee. Ik zie je dan. Mazzel!